Eindhoven groeide explosief na de Tweede Wereldoorlog. En dat betekende veel woningbouw, veel nieuwe plannen en wegen en nieuwe manieren van vervoer. En dat is hier te zien in het Designhuis tijdens de expositie Stad in Beweging. En wij blikken terug. En wij spreken onder meer met conservatoren van het DAF Museum en het Philips Museum. En met inwoners die Eindhoven hebben zien groeien tot de stad die het nu is. Het cityplan van Eindhoven ooit, ik kan wel zeggen megalomaan plan van het bestuur van Eindhoven. Wat weet u er nog van? Ik studeerde net aan de bouwkunde aan het team. En dit is in 69. Dat waren de jaren 60. En wij vonden dit dus helemaal niks. We vonden dit dus megalomaan, idioot, achterhaald, beter opbouwarchitectuur, terwijl we echt wel een beter idee waren. Wat mij net opviel bij het terugzien van de maquette is dat in dit idee ook het hele straatdesign verdwenen is, maar gesloopt. Een van de meest karakteristieke straatjes van Eindhoven. En zo zitten er nog veel meer dingen in. Vooral wat mij opvalt is dat er eigenlijk helemaal niks van is gerealiseerd. En dat vind ik heel goed. Hier is de auto, nog langs het station, up door onder het 18 septemberplein. Dat betekent eigenlijk, we houden de auto toch nog in de stad. En tegenwoordig denken we daar echt heel anders over. We proberen het verkeerskundig te regelen en niet met dit soort dingen. Ik ben Frank van der Meulen, ik ben de kleinzoon van Jaan van der Meulen. Hier achter het stuur te zien, zoals hij overal op foto's achter het stuur zat. Wat bedrijf was het ook weer? Autobedrijf. Een autobedrijf, een groot autobedrijf. Ford verkochten ze toen, de meeste Ford van Nederland. En zij zijn hier in de Luciferfabriek in 1916 begonnen, op 1 augustus, dus precies 100 jaar geleden. Een van de captains op de industrie van Eindhoven? Ja, de captains wel in de kielzoog van Philips en ja, van Abbe. Ze waren eerder dan van Abbe. Maar goed, uiteindelijk werd er wel een grote jongen. Ja. Ze hadden hier op de Versdijk het grootste. In eerste instantie de grootste Ford garage van Nederland, ook het grootste parkeergarage van Nederland. En zij zaten in die flow van opklim van Philips, deden zij 100% mee. Ze hadden bijvoorbeeld 24 merken. Dus er was niks meer dan Van der Meulen op het gebied van automobiel. Monopolist. Absoluut, ja. Anton Philips met Henry Ford. Anton heeft Henry Ford of uitgenodigd of het is andersom gegaan. Ze waren wel bevriend, maar Anton Philips was socialist en Henry Ford was kapitalist. In gedachten waren zij enorm tegenstrijdig. Hier zie je mijn opa met zijn twee broers. Die had op dat moment een Ford garage en Henry Ford is in eerste instantie bij Philips rond gaan kijken, zeker als het ging om onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, voeding. Dat had Philips allemaal heel erg goed voor elkaar en daar kwam de grote Henry Ford uit Amerika kijken in Eindhoven hoe dat ging. Ik kan me ook voorstellen, voor u wat bijzonder voelt, is dat uw grootvader in één foto ziet met Anton Philips, een van de oprichters van Philips. En de grote man Ford uit Amerika. Ja, ik denk dat Anton Philips en Henry Ford heel blij zijn geweest om mijn grootvader te ontmoeten. Ja.